Nou, we zijn nog geen kwartier verder. Of die wind is van noordoost weer naar oost gedraaid. Dus die kant. Ik weet niet wat er gaat gebeuren allemaal, maar ik denk niet dat het veel goeds belooft. Wat een rust. Goedemorgen. Ik hoop dat jullie ook al die vogels op de achtergrond horen. Het heeft vannacht dus geonweerd en geregend. Nou, de plassen die staan op het kaafpad. Dat is ook niet zo gek, want dit is een stukje beton. Maar goed, je ziet ze ook een beetje op het land. Dat betekent dat wij vandaag niet gaan ploegen. We gaan niet zaaien, we gaan niet planten. Het is wat het is. Maar wel weer een mooi plaatje. En het mooie van na zo'n onweersbui vind ik altijd dat de natuur zo'n serene rust over zich heeft dan na zo'n onweersbui. Die vogels die... Ja, die zingen erop los. Ja, heerlijk toch? Wat gaan we dan vandaag wel doen? Nou, we moeten nog 5 big bags aardappels draaien. Het is vandaag zaterdag, die komen ze maandag halen. Dus die gaan we in de zak stoppen. Ja, en wat klusjes om klaar te zetten voor maandag. En hoop ik dat we maandag wel kunnen zaaien, ploegen, planten. Ik heb alvast het een en ander voorbereid. Ik heb vast wat kisten in de stortbak gekanteld. Deze aardappels die gaan we zo in big bags draaien. Ik heb nu de halfhullen alvast aangezet. Het heeft vannacht namelijk geregend. En die band die is nat, dat kun je wel zien. Zometeen dan krijgen we ook een droog stuk band, want de onderkant van de band is niet nat geregend. Maar een halfhuller is eigenlijk niet gemaakt om buiten te staan 's nachts. Dus de binnenkant van de band, kun je wel zien, die is ook nat. En dit kooiwiel waar die oploopt, dat is de aandrijving van die band. Nou, dat water dat kan nogal glad zijn. Dus ik laat nu die band een beetje warm draaien om te zorgen dat er straks als er gewicht op ligt, dat het niet gaat slippen en dat we dan moeten stoppen met laden omdat die band niet droog genoeg is. Deze bak, noemen we ook wel de Big Bag bak, daar gaan wij 1250 kilo aardappels in draaien. Dan wordt die opgepakt, gaat die de lucht in. Dan heb ik hier heb ik Big Bags liggen, die hangen we dan al aan. Dan trekken we een klep los. Deze klep. En dan vallen de aardappels eruit. En dan vullen we die zak. Die zetten we op een pallet. Gaat er een certificaat aan. Tie-rip eromheen. En dan hebben we een big bag gevuld. We hebben hier een weegschaal staan. Dat wil zeggen, die pallet die staat op weegbalken. En we gaan hier de stroom nog even aandoen. Dan kunnen wij ook zien hoeveel gewicht er daadwerkelijk in die big bag zit. Want ja, je doet natuurlijk niet op het gevoel 1250 kilo. Je moet exact 1250 kilo doen. Zo. Aan. Het hele circus weegt nu 381 kilo. Zet hem op 0. Nou, gaat hij nou wegen wat we erin gooien?
wij gladiolen krijgen, ga ik vandaag even opmeten. Ik had dus net een papier in mijn handen. En dat heb ik ergens neergelegd. Over. Nou, heb je dat soms ook wel eens? Dan, ik had het net in mijn handen. Ah, daar ligt hij. Wie legt hem dan ook op de trap? Ik ben op het perceel. Hier hebben schapen gelopen. Je kan wel zien dat het nat is. Het heeft behoorlijk geregend. Nou, dat papiertje heb ik uiteraard nog gevonden. Dus ik kan het land gaan meten. Wij huren hier land voor gladiolen. En dan spreek je af met de verhuurder hoeveel je mag gebruiken en tot waar dat is. Maar goed, het is mijn verantwoordelijkheid om dat dan uit te zetten en te meten. Dat hoeft die verhuurder niet te doen natuurlijk. Die zegt gewoon tot zover mag je en dan moet ik zorgen dat dat niet verder is. Nou, daar heb ik dit apparaat voor. Dat is een passer, een hele grote passer. Eén stap is 2 meter. Ja, het is misschien een ouderwets apparaat, maar 2 meter 20 jaar terug is nu ook nog steeds 2 meter. Dus hiermee ga ik gewoon het land opmeten. Ik mag 291 meter die kant op. Gedeeld door 2 plus een half. 145. Hier gaan we. 1, 2, 3. 145 en een half. Tada. Het loopt niet makkelijk hier. Tot en met dat piket mogen we dus gladiolen planten. Alles vanaf daar tot en met hier. Dan heb ik nog één laatste klusje voor deze zaterdag. En dat is namelijk beoordelen hoe de gladiolen kralen aan het voorkiemen zijn. Ik heb hier zo achter een cel namelijk en daar vernevel ik water in de lucht om de luchtvochtigheid op 100% te krijgen, zodat die bolletjes nat worden en ook nat blijven, want die schil om de kraal die moet een beetje losweken en die kraal moet wakker worden, die moet alvast een worteltje gaan maken. Dan hoeft hij dat straks op het land niet meer te doen, want dat kan nogal eens een tijd duren. Deze staan er nou 3 weken zeg maar. Goed. Ja, dit is de 3e week. En ja, we moeten eens even bekijken hoe ze staan. Want als ze voor gaan kiemen, dan moeten we ze weer kouder zetten. En dan hoeven ze niet meer nat te blijven. Dan moeten we dat proces juist stoppen. Dus. Het is hier zo enorm mistig. Dat moet ook. Dit is dus allemaal waterdamp in de lucht. En hier liggen allemaal kralen in zakjes. Nou, jullie hebben gezien dat we die kralen opgezakt hebben natuurlijk. Nou, deze kisten rijden dus allemaal naar buiten om te kijken of ze 1 nog nat genoeg zijn. En 2 of ze al aan het kiemen zijn. Dus daar gaan we mee bezig. Ik heb nu de kisten van 1 rij buiten staan. En ik beoordeel die kisten of ze nat zijn of te droog en of er dus al kiem zichtbaar is in die kist. Nou, deze kisten die zijn nat genoeg. Deze kist die vind ik eigenlijk droog. Dus hier ga ik een beetje water op gooien. Kijken. Deze kist is wel nat, maar ook wel weer droog daaronder. Dan zien jullie al die taugé-achtige dingetjes. Dat zijn kiempjes. Die wil ik graag zien. En ik had al gezien dat er hier zo in deze kist al veel meer van zo'n soort kiemen zichtbaar zijn. En hier zo ook. Maar deze kist is helemaal fantastisch. Deze begint al lekker te kiemen. Al die witte puntjes zijn allemaal worteltjes van gladiolen. Nou, zoals die kist, dat zou ik graag willen zien. Ik kan al een klein beetje water gebruiken. Deze ook. Ze beginnen los te komen. En dat is belangrijk.
willen dat zodra ze de grond in gaan, dat ze direct in één streep door kunnen groeien en een gewas kunnen gaan ontwikkelen. Op deze manier geef je ze dus een beetje water. Ik heb ze weer in de cel staan. Nou zag je mij misschien net op de timelapse wel een hele gekke volgorde hanteren van kisten terugzetten. Je denkt dan misschien Jesse, dat kan een stuk efficiënter en een stuk sneller. Ja, dat klopt wel. Maar ik zet de kisten niet in dezelfde volgorde terug als waar ik ze uit de weg gehaald heb. Het is namelijk zo dat de luchtverdeling in de rij per stapel nog wel eens wil verschillen per kist. Dus ik rouleer de kisten en daarom zag je me ze zo in een gekke volgorde neerzetten. Maar ik wil dat iedere kist eens een keer op een andere plek heeft gestaan. Dus om die reden heb ik ze in zo'n gekke volgorde teruggezet. Ik ga de laatste kussens in deze kist doen. Dan ga ik de deur weer dicht doen. Dan kan het nevelapparaat de ruimte weer vol nevelen. En dan ventilatoren aan. En ja, dan is dit klusje afgerond. En dan is het denk ik klaar voor vandaag. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken. En graag tot de volgende.